die daai op het ijs, dat trof ik piet. Ik wie van een wies en alle remmen kwiet. Een Siberische puis, hij koud als rood. Zijn hand onder mijn trui joeg mij zijn warme gloed. Wat liefde is dat, weet je dan? Was op het strand, op Curaçao. De zon zo zuiver goud en de zee zo blauw. Wat ik pas later op de foto's echt zien zou. Want ik had op dat strand alleen maar oog voor jou. Wat liefde is dat, weet je dan tenminste. Tenminste houdbaar tot. Zelfs liefde is per slot, maar tenminste houdbaar tot. Ik zwom met jou in vloeibaar glas. Alles blauw, behalve ik zo groen als gras. Opnieuw verliefd, ik smolt als was, totdat de kaars der liefde weggesmolten was. Dat liefde smelt, dat weet je dan tenminste. Ach, de liefde is maar houdbaar tot. Ach, de liefde en de datum die bepaalt het lot. Hij schreeuwt die dui in de lette joen. Uw namen in het sneeuw, die in de zinnen verdwoen. Dat leefde smelt, dat weet je dan te missen. Je wilt altijd hem nooit weer kwijt. Tenminste houdbaar tot. Zelfs liefde is per slot, maar tenminste houdbaar tot. De liefde komt, de liefde gaat. Je hart dat steeds weer voor een ander anders slaat. Zelfs liefde is per slot, maar tenminste houdbaar tot. Zelfs liefde is per slot, maar tenminste houdbaar tot. Zelfs liefde is per slot, maar tenminste houdbaar tot. Of ik een magneet ben, dit loekt on het leed van de vrood. Maar goed dat ik net alle leed ken, want het liet mij nooit los en nooit kort. Mij nooit kort. En mij nooit wel los. Mijn boervrouw leidt ziek en alinne, daar mat ik dus van mijn idee. Geregeld wij eventjes hinnen, voor een praatje met zwiet bakje thee. Om uw mem haak jeren oon haar ein, mijn mantel vol zwarg in het slijn. Nou wat heit werd de mint als het zijn. Het vut mij soms even te volle, dan voel ik wel dat ik zelfs eens wat hier. Krijg een avond te sissen, ik in eventjes lissen, en dat het dan ik hier van mij weer. Het is maar goed dat ik net alle leed ken, al het leien van de brood. Want het liet mij, of ik een magneet ben, nooit weer los.
nooit weer komt. Mij nooit los. En mij nooit wel los. Mijn adem haar echtelijke twisten. En ik der als ben dus genien. Bij vreunen die het vjuchtjes pisten. Ben ik het vetter dat kiet bij de wien. Voor de brood. Ja, zelfs van mijn been is mijn mantel der liefde te liet. Is het leed al net meer te oesjen. Het wordt mij soms even te volle. Dan woekel dat zelfs eens wat hier. Krijg een oog om te sissen, ik een eventjes lissen. En dat ik dan heb hier van mij weer. Alle help in een vrouwtje net tippen. Mantels waar we er was zijn. De hele brood helpen en zelfs omwippen. Zelfs voor een nightingale kam on haar aan. Het werd mij soms even te volle. Dan voel ik dat zelfs dus wat hier. Krijg een oog om te sissen. Ik een eventjes lissen. En dat het dan ik hier voor mij bier. Mooie warme eer om mij hinnen. Een klap op mijn schouder bij neet. Jou weer in op een vrouw die dan ek van mij hoort. Dat verzacht het dan weer alle leed. Jou weer in op een vrouw die dan ek van mij hoort. Dat verzacht het dan weer alle leed. Lestendijs wie ik gewoon bij onderwijs. Even gauw nog naar super de boer in de Van Wouw. Om een pizza en om kottenvoer. En daar kom ik voorbij, een warme bakkerij. En wauw, midden in Amsterdam. Wiek van het ene op het oormoment. Samen weer, dat liedse famke. Dat ronde hoorn van Pakerint op het strand van Vlieland. O Vlieland, suikerklontje in de zoute zee, nog zwieter als een orchidee. Vlieland, kist mij nog dat vanke maar die simmerspruten. Vlieland, lits en veilig eiland, dat ik zag van houten in mijn tezen zaak graag bin. Als ik mij mijn verstand, de vrouw net meer begrepen kind. Jou mij dan, Pakers grutte hon, die mijn hondje stevig pakt. En Peppe die het gewoon, liek als alle dagen koekjes bakt. Jou mij dan, Pakers grutte hon, die mijn hondje stevig pakt. Koekjes lucht en wam, midden
Wanneer ik nog krekt het piepje van een rem. Hier ik zou wat de kranten hellen. Vrouw loopt in gedachten onder tram. Op het strand van Vlieland. Requiem in F groot. Al die oren haven toe en ik.
is net een feest. En het is net een feest. Doe maar zelfs er een feestje van Maitje. Oors dan valt er een beetje te lightje. Dien eigen champagne mij brengen. Dien eigen ballonnen op hing je. Dit feest mas bedoeltje. En het hond die toen is geskaald, maar de gloed van de hoop en beljochtje. Want waar als dit wist, liet dit paard hij verkoerd. Welkom bij Omroep Friesland. Vandaag het eerste deel van twee programma's over de cabaretière Leni Dijkstra. Centraal staat het theaterstuk Tenminste houdbaar tot, waarvan de afgelopen 2 jaar meer dan 60 voorstellingen zijn geweest. De koudgaaselijke dag in de bediening is niet zo. Is het nog altijd spannend, Leni? Nou, concentratie. Maar spannend. Eigenlijk vind ik het alleen maar spannend, mijn première. En letteren. Maar het is misschien wel vertrouwen dat goed is. Dat is hetzelfde. Ik doren om de gen te letten. Ja? Als ik aan stik denk, dan denk ik vooral aan mijn personage toch wel. Het is Jannie. Dat is een volksvrouw, een herintredende vrouw die in een fabriek koekjes inpakt. En die de gewoon maar haar hele levenservaring stiet. En die een jonge collega naast haar krijt werd, op haar manier commentaar op had in feite. Maar dat is niet het enige, want we spelen dus eigenlijk een stik in een stik. Want we stappen er ook heel dit uit. We binnen eigenlijk aan het repeteren. En als mij dingen net zinnen, eerst bezie ik het al wel heel mooi te horen zijn, maar dan denk ik, en nou wil ik het oor zijn. En dan ben ik, dat is super sterker als ik zelfs, dan word ik Leni. Is er nou nog niet? Dit is te gek voor woorden. Waar lijkt dit op? Ja, kan ik het helpen? Ik ben op petit. Oh. Je bestuurt me ook steeds weer andere meisjes op het dak, maar zo'n een heb ik er niet gehad. Ze is altijd te laat. Is het ook in tempo? Twee linkerhand net. Ja, het bekje. Dat zit op een goede plek, hoor. Oh jee, nou zul je het zien. Mijn sleutels kwijt, dat kan er nog wel bij. De hele lange nacht al wakker. Eerste tandje, oh wat zijn we blij. Ik wil die arme stakker niet verwijten. Maar mijn sleutels zijn dus wel mooi pleiten. Mijn rol is de rol van Babette. Babette is de soappersonage in Tenminste houdbaar tot. Zij komt te werken in de koekjesfabriek, waar Jannie ook werkt. Zij is een hardwerkende carrièrevrouw. Alles moet snel, druk, ze is chaotisch. En zij is in die koekjesfabriek geplaatst omdat de boel eigenlijk gereorganiseerd moet worden. Dat gebeurt uiteindelijk ook. En dat is een hele spannende rol. En daartegenover staat Lianne. Dat is een uitvergroting van mezelf.
Dat gaat voornamelijk over de verschillen tussen Leni en mijzelf. Het generatieverschil, leeftijdsverschil, carrièreverschil. En het is echt de jonge blom tegenover het oud rot in het vak. Ik heb natuurlijk uit een liertje poeper geweest en een leuk scènetje. En dan zei van, nou, hoe kunnen we een leuke volgwater maken en wat is het pauzenoemer? Zo gong het altijd. Maar de laatste jaren, en daar wordt het volle interessanter van, sinds dus echt een zieken om een lijn, een ontwikkeling. En ja, dan, als daar dan van mijzelf een leidmotief in zit, dan is het eigenlijk de gemeenis, de hypocrisie die het in mensen zitten kent. Die is in je eigen leven ook wat zien komt. Dus dat is er echt vanuit zorgen best dat iemand die goed gezind is of zo. En dat is dan in iemand erachter komt van, het had dus puur opportunisme geweest. Het ging helemaal niet om mij. Maar gewoon dat er wat de hel in voel of, hè? Ik weet wel dat we in het begin een soort knokt hè, tieren. En waar heb ik mijn oren mensen praat van. Wat die nieuwsgierig vinden zo, dat er in het stik zit een soort. We gingen eerst een oren regisseuse en die had ik een soort muurspraat. Lian en ik hebben beide een brief schreven wat mij in het leven, wat mij dwaande houdt op dat moment in mijn leven en wat hoe zij in het leven stier. En brief van een paar veldjes en daar had Leo ik we dingen uithellen. En ja, het is gewoon met al je eerst bij elkaar samelen worden en dan zit het in die. Stier het op het gas, als het ware, en met het beginnen te zien en beginnen te pruttelen. En uiteindelijk met het droegsieren en dan met de wet erbij. En het is gewoon een liekes insieren. Het is een proces. Vorige week nog staan we tot in de nek toe in het dozenvoerrace. Komen er in een ronddoos voorbij. Nou ja, wij als een idioot. Wij als idioot die voorheen aan de kant zit en de rondoverpakkingen zoeken. Maar ja, die band die loopt gewoon door. Dus alle rondo's over de wereld. Zit dat ding nog even. En ik helemaal over de rode schop en alle zenuw. Op door die heen. Zit dat ding nog even uit, je. Nou, toen we de rondoverpakkingen eindelijk vonden, was dat gebeurd met de rondo's. En kwamen er een choco-spritsen voorbij. Oh. Maar ja, kijk. Een beetje precies die verdant. Zit dat ding nog even uit, je. Oh, die verdant het op die band te zitten. Ik ben 55 jaar, heb mij heel veel dingen afgevraagd, heb heel veel gestreden, ben dikwijls gevallen, altijd weer opgestaan. Zo'n vrouw wil ik spelen, zo'n soort moedercourage, zo'n vrouw van doorgaan. Ik zie het personage van Leni voor me als een Russische arbeidersvrouw, heel arm, armoedig, triest, eenzaam. Wat kan ik? En wat houdt mij bezig? Help. Ik houd mij bezig met dat ik niets kan. Misschien moeten we allebei onszelf spelen. Leni en Lianne. En vandaar de typetjes neerzetten. Ga jij nou maar fijn overwerken met Marleen. Hm? Nee, het is wel goed. Nee, het is. Ach, Bob, nu weet ik het wel. Adieu. Mooi dat je elkaar zo makkelijk bereiken kennen. Verdorie. Oh, mooie bedrijfsadviseur, zeg, die zelf te laat komt. Ik kom normaal nooit te laat. Lianne, alle keer dat we dit handje repeteren en we spelen dan van, en dan zorg je van, ik kom normaal zelf nooit te laat, hè? Dan denk ik alle keer, jongen, jij had dat nou eens zijn. En zelfs is ze altijd te laat, alle repetities. Ja? Ja, dat is toch zelfs ik wel? Ja. Maar ik hier net in de gaten dat het zo'n punt weer voorbij. Maar ja, ik moet ook al een keer uit Amsterdam komen. Er is iets meer een punt van, want nou is het heel ik meer een punt van? Nee, de zuster is een gedeelte van een soap. En opeens stapt Leni eruit en die soort van Sjen Lianne. Van, ja stop, daar heeft het nou oer te let komen vanuit die rol. Maar ik vind de stoop de repetities ik te let komst. Dus dan wordt het van personages, gaat het naar privé. Lieve zussen, Jani wordt gewoon Leni. Ja. En de zuster zit even de twijfel van Lianne, die nog net weet dat zij uit de rol stapt.
Dus dat is een stukje desoriëntatie. En die desoriëntatie mooi het publiek ik wil hebben. In het begin zochten we wel van, oh, dan moeten ze de jas doen en de jas uit. En de ziekers dus nog naar theatrale middelen om dat helder te krijgen. Op een gegeven moment ben we daar ook afgestapt van, nee, het hoeft net voort en dadelijk helder. Meestal mooi, ik wil even zelf denken van, wat gebeurt er nou? Van, laat ze zelf maar eventjes nadenken en het invullen. En als het een tweede keer weer gebeurt, hey, dan wordt het een structuur. En dan wordt het ook wel duidelijk hoe het zit. Adi, jou met zijn toon. Stim, oefeningen. Ja. Ja, ja, die rozen. Ja, ja, die raben. Ja, ja, die liebe. Potula beda meni, potula beda meni, potula beda meni, potula be. Potula beda meni, potula beda meni, potula beda meni, potula be. Neem o men nonne mina mee. Neem o men nonne mina mee. Nou, kom op, Leni. Op mijn 17e ging ik naar de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Daar zou ik hele verhalen over op kunnen schrijven, maar dat doe ik niet. Wel belangrijk misschien is dat dit een hele zware periode voor me is geweest. Zowel lichamelijk als geestelijk. Ik moest in 4 jaren volwassen worden, terwijl ik niet wist hoe dat moest. En ik maar een persoon heb gecreëerd om dat te overleven. Ik wist saai jong. Ik wist zoontje en eer. Toen kwam ik uit Stiers. Ging ik naar zo'n gruttestad als Amsterdam. En dan... Dan ben je al die mensen die grappig binnen en die er leuk uit zien, sjuggen. Ik weet het net. Ik weet er zo iets. Ik verdwoen daar een beetje of zo. Ik moest daar... ik moest volwassen worden op die opleiding. En ik ben nog zo jong en naïef en onbevangen. En dus ik werd eigenlijk iemand die wat ik niet was. En dat heb ik achteraf gezien heel zwaar gevonden. En Rienes Gratema, ja, een docent van de, hè, die daar doseerde, die had mij steun. En mij altijd vertrouwd van, het komt wel goed uit mij daar. En dat is dan lekker, wist je wel. Maar het is, ja, zwierwest, hè? Zeker. Waarom moest de theaterschool dat doen? Omdat ik graag en jongen, hè, en spelen en douchen, worst, wollen. Woe. Woe, precies. En eigenlijk, dat wie het enige wat ik woe. Ja, dat wist ik doe al. En Kleinkunstacademie is de enige opleiding die er is in Amsterdam. Dus ik moest naar Amsterdam. Dus dat weer een grote stap. Neem oom en non en mina mee. Neem oom en non en om. Neem oom en non. Ben hard op. Hard op. U is hard hierop vroeger voordat er een tenier op gongen pikken. Poes, 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 poes. Ja. Jim hard. Och man, dat is een eeuwleen. Nog elke dag denk ik aan hen. Ze horen er eigenlijk nog helemaal bij. Ze zitten in mij. En gaan verder met mij mee. Ik kan ze niet zien of aanraken, maar ze bestaan. Vooral mijn vader. Wat kon ik lekker met hem kletsen. En wat hield hij veel van mij. Ik hield ook veel van hem, maar ik vond hem ook wel eens een egocentrische klootzak. Petit, die had geen schof. Drie broeren en 2 zusters die naar destijds mij mee reed. Van haren heb ik het te danken. Het 24e verleden, de tijd hoog in school. Wie is Stefan de Vries? Onze vader. En als ik zong, dan zong ik net in de woestijn. Ik stier Friesloor, ik stier er middenin. Wat ik me herinner, dat is dat ik als lidfamke, maar mijn zuske vroeger in het opklabert laai. En dat is harten die onder in de kamer aan het repeteren zijn. Piano, liedjes jongen. En het weer, nou het zei ze waar het stormbeeldje van ons huid in haar manier waren ontbleerde, heet dat in het Fries. En doe, heel gek jongen, doe blikken dat al die zankjes die ik als vrouwke van 4 zo in de jet hier, stien gewoon mijn hurde schief.
Ik hoor ze zo oproepen en meisjongen. En dus dat had blijkbaar ook een soort indruk maken. Maar, nou ja, en gewoon, ik zie dus liet van Kaltel in de zeel en dan in de harmonie. En dan moesten blommen om bieden. En er was natuurlijk heel grutsk op die huiten met me. En er hong een soort van sfeer omheen van, ja, het werd toch wel heel bijzonder. Waar zou dat net willen? Maar tegelijk zie ik natuurlijk ook heel erg letterlijk in de keuken van het hele bedreuken doel. En zie ik daar zoveel dingen dat ik dacht van, nee, het hoeft van mij niet. Het slimste wat ik vond is weer dat ze u ze altijd alleen liet. Dat er altijd een oppas wie en altijd. Ja. Dus ik dacht, nee, dat zou met mijn lippen er net uitzien. En gekken af, is het eigenlijk wel wat zij bad, hè? Ah, mijn spier! Oh. Ja, het is weer. Maar doe toch dit 40 hier. Doe hier die lessen. En doe die successen. Bij Tredman, dat is weer. Nee, net weer. Dat is weer. Nee, net weer. Nou, in weer. En wel meer. Waske meer. Volle meer. Zie je weer. Uiteraard. Ik heb wel. En daarna. Zelfs nog wel zeer het weer. Wat er is. Kinders hangen. Bij kinders weer. Zoals de wereld was zeer. Mijn leefde, mijn leefde, mijn leefde. Hij zei, Mandy, woonden ze altijd dat wij gewoon, we moesten altijd leren en we moesten ons best doen. We moesten het berikken in de maatschappij en net schoppen de bonk en net altijd maar afwachten hoe de recensies winnen en altijd wel werk kwam. En hij had het één keer een minder recensie kregen en toen, oh, ik weet niet, een soort drama bij ons tussen, wie ik acht hier. En toen zei ze van, nou ja, we zullen de ballen nog wel verzinnen, maar het beleg net. Nooit vind je het, wat krijg je nou? Dus hij had trouwens nooit meer succes, anders maar dat stik. Maar hoe is het nou komen? Nou ja, op een gegeven moment wie ik dus 20 en ik zit in Amsterdam en Hart zijn ploeg vol uit mijn koorriën. Ik ging voor nou, die hele ploeg en Jetske Silstra en jaren grote mee op. En toen dacht ik, dit is mijn kans, hartstikke idee. Dus ik zat in Hart, ik wil van mij. Nou, dat vonden we maar heel nuver. Maar ja, ik ging het altijd wel cabaret die en opskwallen op toneel, jongles. Ja, eigenlijk liep ik er heel dol voor. Maar ja, ze vonden het eigenlijk niet goed. Ja, ik ben toch zet en praat en die en doe. Zo, zei nou, oké. Okay. En toen ben ik dus de toneel opgegaan op mijn 20ste. En, maar ja, ik gaf dus met hem 6 uur in de week spelen. 6 hier achter me getrokken. Dus dat was gewoon echt een opleiding in nature. Ik is nooit beter krijgen, denk ik. Doest hier een advertentie in de krant dat het zelskap Tedman de Vries is. Want Riens die gong doe van zelfs. En hier is een hij, nou ja, Jean Premier, zeg maar. In zijn nodig. En dus Mandy hier dat advertentie ziet zien. Ik kreeg nog spul maar eens hard, want het is hard hoe ik de HBS aanmaken. Dus van hoe kerst die advertentie aan de jongen geven. Maar goed, daar heb ik dus op solliciteerd. En in die tijd nog heel simpel, want we hier thuis niet in zijn telefoon. Dus ik heb gewoon een houtje touwtje als onlutsen. En ik ben naar de Corelli-straat gegaan en onbelly. En Anneke alleen haar zuster die de dollar riepen. En die had me erin laten. En nou ja, zo is het gekomen. Eigenlijk houden ze van mij omdat ze van mijn huid houden. Nou, dat is net een fijn, dat is toch net een fijn gevoel. Want er was elk mens wel gewoon, ja, goed of net goed vonden we om wat er zelfs is en net om wat zijn huid is. Dus het had aan de ene kant, vond ik het eigenlijk, had ik me soms in tijden wel meer zijn huid naar aanzet als het eigenlijk nodig was. Omdat ik dacht, ja, verdomme, ik ben zijn huid net, ik ben mezelf. Maar gaandeweg, zeker doet het net meer libben, is dat wat kantelen. Ik ben nou eigenlijk, ik ben wie altijd al griezelig grutskoppen. Maar ik ben nou eigenlijk, ja, ik vind het nou eigenlijk juist wel heel mooi dat ik een dochter van hem ben. En ik ken me er nou helemaal net meer lelijk om uit zien dat papa dat hele oude publiek van ons huid, dat is er net meer. Dus die weten dat ik volle minder. Dus het is gewoon heel erg veroren. Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk wel heel erg mezelf ben. Ja. Werken is voor mij therapie. Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik kan.
Ik krijg zelfrespect. Wat ook kan, is dat ik als buitenstaander Amsterdam op Friesland afgeef. Ik vind ze maar een achtergebleven provincietje. Correct. En wij hier in Friesland net stilstien. En nou stien wij ook stil. In een file. Snuiveren jullie erin stien. Maar ik ben altijd hartstikke gruts, had ik het hier op radio. Knooppunt Oude Rijn, 8 kilometer. Ring Amsterdam, 10 kilometer. Heerenveen, Jouren, 3 kilometer. Oh man, dan groei ik wel een kilometer. Ja. Dus zij is dit een wol, maar het is natuurlijk kolder. Hoe is dat kolder? Wat moest nou dan? Friesland zeker als een reservaat. Maar een heel miljoen achterbleurende boeren die de treien Canadese otters passen. Ach, wat flauw, Leni. Nee, dat bedoel ik dus net. Maar ik zit nou in Amsterdam, hè? Oh, en dan valt het echt op hoe mooi Friesland is. Ja, met al die fantastische rondte, hè? En al die stilte. Prima, Friesland als stiltecentrum van Europa. Prima. Ach nee, dat is net. Maar Friesland is toch zo'n fantastisch toeristisch product. Friesland is toch zo'n fantastisch toeristisch product. Yes, ja. Toen zelf was toch zo'n toeristisch product. Maar het is toch zo. Och man, wat hebben we hier al hier net, hè? De eilanden en de marren. Ja, ik snap het. Boek een dagtocht per luxe tour in Karner. Het weer het beroemde bruggetje van Bethlehem. Ja, of ondernemen we eigen elfstedentocht. Hè? Wandelend of fietsend of op skielers of met paard en wagen. Met de autopet, met de kinderwagen, met de stofzuiger. Of doe de tochten, op uw eigen houtje. Correct. En nou ben we er. Want dat had mijn huid dus dien. De Alversterentocht op zijn eigen houtjes. Nooit gedacht en toch gehaald. Oer is, zat het jet? Ach man, het is toch zo'n regenruchte ramp. Haal u Elfstedenkruisje met ons volledig verzorgd arrangement. Nou, rampentoerisme vind ik het. Rampentoerisme? Och man, dat is toch heel wat oors. Ah ja, dat weet ik echt wel, je. Maar ik ging gewoon spontaan om je nek, had ik het begrip toeristisch productje. En hele dolle een keer wat dat is, nevens het Frieske VVV. Maar chicken en tjebben op een heerwijn door de lege midden. En maar verder en voekje op survival door de kroede tu van Sonnema. Ja, nee. Of was dat action bij Omroep Friesland TV? Nee, verder die in het tientje door ik net al jongen te zien. Nou, kies nou heerlijk een weekend of een midweek bijkomen in de herberg bij oma Lammert en tante Klaasje in Warkum. Ja. Oh, lekker sliepen in de bedstee. Of lekker douchen onder de gieter. Lekker poepen boven de sleer. Ja, oh, lekker man. Nou, dan heb ik toch wel een leuk idee voor om Lammert en tante Klaasje. Oh, ja? We maken al die Hollanders met wij een koesdoek maaien in de bedstee. Een koesdoek? Wat is dat? Een koesdoek? Ja. Wat is dat? Een koesdoek? Een koes, het roekt een beetje. Het is een beetje smarig en dan maakt het net wasje. Nou ja, de rekkerste van die soes in elk geval. Die Hollanders dus een koesdoek maaien in de bedstee. Die het eerst onder de zwitterige oksel van Beppe Trochelle is. Oh, godverdamme, Leni, wat goor. Wat? Ja, wat goor. Goor, dat is net goor. Dat is wetenschappelijk onderzocht. Wij mensen krijgen fleurig zin van Beppe's lichaamsgeur. Ja, dat is onbewuste associatie. Nou, daar leeuw ik wel in. Ja, dat ken ik. Dat haal ik zelfs begeliks maar de lucht van vastgebakte koekjes. Oh, daar moest er zeker een stikspilie in een koekjefabriek. En wat voor associatie haast er dan? Als ik koekjes roek? Ja. Oh, dan roek ik de eigenbakte koekjes van iets Beppe. En dan ben ik weer te Uit van Hoesje bij ons Paken en Beppe op Vlieland. En dan, dan ben ik weer het famke dat boort het mij mijn broerke in het heksenbos. En lees ik in een dun pontje. En zwalk ik weer, maar u spaken hoort het stroon en oh, dan roek ik de zoute lucht van de zee. En Beppe haar zwiete koekjes. Vlieland, mijn opa weer de dominee en mijn Beppe organiste tijdens de diensten. En elk jaar gingen mijn broer en ik en mijn ouders daar lekker op vakantie.
En 6 weken lang, van begin de eerste dag dat we vrij waren tot aan het einde. En spelen en die bossen ontdekken en geheime plekjes maken. En wat ik al zei in de voorstelling, het heksenbos met mijn broerke, dat is Aliessa. En oer het stroom, mijn koor. En ja, dat is, dat, het had mijn hart stoom, Vlieland. Dat is echt, het is mijn plek. En let, hè, ze binnen alweer, ze leven net meer, Paak en Beppe. Maar ik had de naaien, had ik het me nog eigen maken of zo? Ben ik er zelfs weer om geweest, had ik de werken en vaak op vakantie geweest. En ja, dit jaar ik met mijn ouders en mijn vrienden en zo. Hartstikke leuk. En daar kom ik echt, Vlieland is een plek waar ik me heel veilig voel. Waar ik geen nadenken over het leven, waar ik een ontzettende een kracht krijg van de zee. He, dan rin ik de langs en dan zit de zee in mij. Het komt allemaal goed met mij. Laatste dag ben ik gewoon bij onderwijs. Even gauw nog naar Super de Boer in de Van Wouw. Om een pizza en om kot te voer. En daar kom ik voorbij, een warme bakkerij. Op het oormoment, samenwer, dat liedse famke, dat ronne hoon van Pakerint. Op het stroom van Vlieland. O Vlieland, zoek er klontje in de zotte zee, nog zwieter. Als een orchidee, door bouwt die eiland uit mijn bennetiet. Vlieland, eilandje saliet, dat ik dij op mijn bennefiets befiets. Maar tagelijk, ik zou oneindig wiet. Daar, op die eiland. Kist mij nog dat famke maar die simmersprutten. Vlieland, lits en veilig eiland, dat ik sa van houten in mijn tezen sa graag bin. Als ik mij niet verstoon, de vrouw net meer begrepen kin. Jou mij dan. Zuster, nou wat nu voor mij om in. Ja, het is al eerlijk. Om in de hoed. Dat is juist met wat. Glim ik? Ik glim wel, dat weer.
Nee, het was heel goed. Ja? Ja, het is mooi gedekt en niet te... Net te bot? Nee, niet veel. Het is mooi zacht. En de pest is dat ik zo zwit, hè? Ik begin zo te zwitten. Ja, nou ja, dat hoort erbij. Vroeger kon ik net zwitten. Gewoon, oké. En nou maak ik vol zwitten. Expeditieafdeling met Jari Kooistra. Ja, Leni. Dat ding dat doet het best. Nee. Oh, maar ze meestal wel even uitklappen en het knopje indrukken. Maar dat toch? Hè, wist je dat echt net? Oh, nee, ik ben technisch onbenul. Ik snap niks van al die nieuwe apparatuur. Oh. Nou, daar hoest je net voor te skamje, Jer. Dat haal alle oude meesken. Dank u wel. Nee, sorry, ik bedoel net als Nee. Ik ben oer de datum, dat is wel duidelijk. Nou, sorry. Ik hoef verdorie wel binnenwijzen met een sticker op een kap. Tenminste houdbaar tot 13 juni 1994. Ach, onzin, Leni, wat is op ja, met die vrouw? Ik ben al dik size hier oer de datum. Als je 50 wordt, ben je van hier op oren daar oer de datum. Bullshit. Ik mat on de anti-rimpelcreme Revital Plus. Ik mat on de Tena Lady, want ik lek in een... Jim ben gewoon een kapitaalkrachtige doelgroep, Leni, en dat is alles. Een kapitaal, ja, leuk ja. Is dat. Leuk is dat je het zeeën mag gebeuren. Je zit argeleerd naar de televisie te zien. Komen er niet een treien lekkende trutten voorbij fietsen. En dan vragen ze mij, wie van deze drie vrouwen bent u? Oh man, dat is toch om je te bemiegen. Zelfs liefde is beslot, maar tenminste houdbaar tot. Zelfs liefde is beslot, maar tenminste houdbaar Welkom bij Omroep Friesland. Vandaag het laatste deel van twee programma's over de cabaretière Leni Dijkstra. Centraal staat het theaterstuk Tenminste houdbaar tot, waarvan in het afgelopen seizoen meer dan 60 voorstellingen zijn geweest. Tenminste houdbaar tot. Aflevering Zoon. Het Oorski. Maar eerst... Wat er jij erbaden? Doodlukst! Die eerme meisje bij haar televisie waai. Huh? Kom op jongens, we gaan een joentje uit. Naar het theater. En wat krijgen ze dan? Soap. Jekes, daar zit een smaakje. Is er iets? Het zou toch feest worden? Ja, hallo. Zie je niet dat Leni en ik in gesprek zijn? Ja, maar we zouden nu toch het Alfski spelen? Zullen we toch net met een gest wat Lianne zou we hebben een goed peteer? Sorry! Net geen glitter en glamour. Nee, Jacco de technicus. Nou, man, de hele dag hard werkje. Leo erbij, s'avonds het licht van. En Maisie Vieven, wie het echte, wat Leo altijd zo uit, een liedje, circusje. Alles zelfs opzetten, alles zelfs weer opbreken. Die zelfs een beetje redden als de komst. De THT. Nee, maar harder. De THT, de minste houdbaar tot. Ja, het wordt niet veel beter dan dit, deze zaal. Oké. Okay. Oké, dan nog één proberen met die beter ogen. Ja.
Moet er nog even een wit tape op de vloer bij het licht? Er is iemand, lichtplek? Dit is een special, hier, Leni, voor de... Ja, voor de... En van rekening. Ik ging dus zeg maar gratis mee, hè, als Rodi. Maar ik vind het heel leuk. Zoals ik al jongen, zoals nieuwe dingen, details. Ik ging in de koffie, ik wel eens even naar de kleikamer. Ja, dan zet ik de dames op scherp, zeg maar. Het is hartstikke mooi dat je met komen litten en gaan litten. Maar soms kist ik alle controle verliezen en dan krijg ik dat de scherpe dingetjes wat aangeven of zo. Nou, dat, ja. Dan zit ik een beetje op stoel misschien van regisseur, dat maak ik helemaal niet dwang. Maar ik kan het net litten, weet je wel. En ik geloof dat ze het ook net slim vinden, dat ze het wel leuk vinden. Maar ik ben inderdaad alle jongen mij. Ik schoon dan wat aan het luchtkastje. Ja, dat vind ik wel leuk. Het is wel mijn publiek, Lianne Zandstra. Doe maar, mijn publiek? Ik ken ik wel zonder die, hè. Ik ga de meeste keer in Friesland jarenlang van maken. In mijn uppie. Net dan. Ja, ja, ja. Oh ja, nou. Ja, dankjewel. Het begint met 30, 25 lege veldjes papier en dan maakt het stik op schreuwen. En dat draait voor zelfs alles om. Dat is het belangrijkste. Dan maakt het verkeerpje. Maakt de mensen, culturele commissies, besturen, clubs interesseren om dat stik te nemen. Dus dan gaat er al heel snel een mailing naar alle culturele centra van Friesland gaat er door uit. Nou, dan bel ik daar heest persoonlijk zelfs vaak achteraan om te vragen wat ze hem krijgen. Nou, en dat we eventueel kans hebben om bij haar te spelen. Nou, en dan lul ik ze soms gewoon een koude streep. En daarom doe ik het ik zelf. Daarom doe ik het ik vaak zelf. Het zou mooi zijn dat wij in Friesland een productiebedrijf hebben zoen. Als het een stik kroost en dan wist voor u van nou, het wordt gewoon op 50 of 60 plakken, wordt het gewoon deel zetten in een bepaalde serie. Ja, het zou natuurlijk verrekte mooi zijn. Maar dat is er niet. Nou, het is er in wijze vol, alleen die werken alleen van haarzelf, want dan heb ik het door het theater. He? En ja, ik. Het is misschien een beetje een visionair idee, maar het zou mij net onhandig dat liedje. Als het theater krijgt nou zijn nieuwe gebouw. En die hebben natuurlijk een heel soort dingen. Ja, mensen daarvan in dienst, voor de promotie, voor de productie. Dan nemen we alles maar op. Het verkeerpje van het stik. Het zou mooi zijn als ze dat echt voor nou ja, vrije producties dwang kunnen zoen. Maar ja. Het is een bedrouw, bedrouw, bedrouwke. Bedrouw klinkt groot, maar het is wassa. En nou ja, dat is allemaal al best wassa-volle. Dat een van de dingen is, als ik hem ophoud, is het om die reden. Dat ik dat hele thuisstand eromheen en daar word ik soms gestoord van. Het tempo waarin Stoudenboer omgooien was, dat kan ik gewoon zo gauw net bij fietsen. Nou, dat is dan de generatiekloof. Ja, hè? Ja. Ik had er thuis al zeker problemen mee. Echt weer? Maar die man. Wat lullig je. Wost erop praten? Nee, praten helpt net. Praten helpt wel. Jo moet er juist oer praten. Jo moet er altijd in dialoog blijven. Hij shirt me aankomen. Ik vind het maar knap ingewikkeld, mijn man en vrouw. Ach, nou ja, dat is nou correct zo spannend. Ik denk dat het misgaan is op een zesde dag. De zesde dag? Ja, want zeg, in de Bijbel staat op de zesde dag schiep hij man en vrouw. Dus doet ons leven hier alles makken hier. De zinnen, de zeeën, de bissen. Toen had er op een zesde dag had er nog man en vrouw schepen. Tegelijk. Wij binnen gewoon een veefoutje van de schepping. Wat wees nou eerlijk? Visto nou dat man en vrouw zo goed bij elkaar passen? Och ja, dat weet ik net, ja. Of ze zo goed bij elkaar passen. Hè? Ik ben allemaal zo jong. Ik had hem gekregen ondutsen dat ze in elkaar passen. Nou, vooruit. Moet je nou de boel maar kleren voor het feest? Nee. Oh, Leni, wacht je even. Oh, nee, dit moet ik nog even vertellen. Verliene Wieken in Amsterdam. Daar trof ik een hartstikke leuke knul en dat die ik het mag. Mooi, hè? Nou, en vooruit, moet je nou de spullen kleren voor het feest. Voor het feest. Ik ben er helemaal raar van.
En die hie een grutte? Vreselijk. Ja, meisje. Dat vaker het zitten wat in de experimentele fase, zeg ik precies. Die kind het al je dan niet weten, maar Jim weet er vanzelfs krijgt wat ik bedoel. Hé? Jim kende dat wel, dat gevoel dat het net klikt. Dat het wrikt. Hé? Dat je wol van dezelfde waaier in, maar dat dan de ene werd de hut wel en dan de oren weer. En daar ken ik soms net meer oor. Ik heb met mijn echtgenoot toch wel vaak de discussie dat zijn tempo wat heel luid is min. En dat ik gewoon soms wat meer genietje wil en meer te jaren mooie en leuke dingen wil. Nou, dat vindt hij zit heel oors in het leven, dus dat is wel een vreugdpunt. Dus zo ben je eigenlijk op het idee komen van het attackje. En het is gewoon Leo die die tekst kreun had. En zo slim maken had, dat ik, toen ik het voor het eerst lezen, dacht van... Gooi, het laatste couplet gaat mij zoveel bot genoeg. Want ik ben gewoon hoerder in die dingen, ik ben voorzichtiger. Maar, de Lianne en de regisseuse en alle mensen die ze dan lezen. En dan kun je bevestigen, ja, dat het toch wel zo mat en zo is. En maar om te dwalen is het hartstikke leuk vanzelf. Een hartstikke leuk cabaret noemen, vind ik het. En het is wel een weerhit die het mij aanspreekt. Ja, net al die verschrikkelijke dingen die die man daar weesje. Maar ik denk wel eens hoe zo met het oors dus kunnen. Nou, dan denk ik van de enige manier dat het oors kan, dat is dat hij een liedsattakje krijgt. Net te zwier vanzelf. Of wie het maar een grauwe liekdwaan of een... Of wie het maar een hele beetje krupsje. Lust elke joen uit zijn werk werd thuis. En ik dacht elke keer, ach, als naar zijn pensioen, komt alles goed mij huis. Mijn beste jaren haf ik afgeschieten, en nou ben ik haast versleten. Of die deede lul van doe, die nooit wat koe en nooit wat woe, begint hem als jong feind werd te gedragen. Er rint mij nu alle dagen in een tempo op te jaaien, dat ik net meer vol je kin. God, wat kom er mis die sekste tijd? En is aan weefout jo net wat er mee? Ik smeek jo der wat om te dwaan. Jo maat die eer me man wat jaan. Lieve God, jou him een lits attakje. Net een zwier van seks, maak die gelicht. Of een slim verslieten plakje, in een knibbel of een heukenwricht. Ik zil er net om latje, ik ben bona fide. Maar toen maak je hem een beetje invalide. Zat zijn tempo aardig zakket, hij hem net zat rok mee maket. Stief in een steupen, zwak in een kruis. Gewoon dat het wel leuk werd tussen huis. Skor hem bij de jermen uit het potje. Om zijn best wil God verzin een list. Of op oor die is jong een rotje. Dat er gejocht uit bij de egen mist. Hij kuijt met zijn stokje, fijn met mij een roem
kunstje of een blokje om te geren. Maar zien hoentje of pak de urine wegen, dat die vaak zegt al een zegen. Flinke stinnen en geen gruus, gewoon dat het wel leuk we tusken huus. Lieve God, jou hem een brutse nekke. Waar de visse giet, een rokerspoot. Als Josa zien tempo brekken. Lieve God, doch ik voor jou een moot. Ik zil zien rolstoel treuwen. Riede mij dat mansje. Bij hem bluwe, hem verzwerg je als een plantje. God, wat hou wij dan, u slinger? Ik jou hem mij mijn griene vingers. Zonder voeting droog het infuus. Het Schouwburgpubliek is sowieso ouder. Want als je die leeftijd hebt als die bijna in de hoes is, dan gaan ze vaak niet voort. Nou, daarvoor geest een beetje met de hart op. Misschien als een vriend of een faamviste. Hoe ze het joden daar maar door. Dan heb je de liedje ben. En daarna dan krijg je toch wat meer vrijheid. En dan kiest voort hoe ze het altijd oppast. Misschien wat meer financiële eermslag. Daarom is dat publiek gewoonlijk wel ouder. Maar ik denk dat het is ik net zo slim. Want die mensen die binnen niet minder of beter als jong. En dat ik van jonge mensen ben, die hebben haar eigen dingen. Die gaan naar Katrebra of weet ik wat. En daar komen gewoon die groepen en die genieten ze daarvan. En die komen dan ook wel weer letter, dat ze ouder binnen misschien wel weer. Ik bedoel, ik denk dat elk publiek, elk artiest toch wel een beetje het publiek het van zijn eigen leeftijd. En dat heb ik dus ook. En nou, daar viel ik me, die herkennen natuurlijk verschrikkelijk veel dingen die ik zeg. En nou, dat is hartstikke leuk. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, Jannie, weet je wat jou doen? Jou gaan een week met op het truc. Wat goed van je? Nou, dat die pin-ups die hekker meteen uitsloopt. Net goed. Wat zei die? Zei, wat doe je nou? Ik zei, wat me stouw met al die papieren mokkels en stouw een vrouw van vlees en bloed op een wagen is. Oh, ja. Oh, perfect, Jannie. Oh, perfect. Oh, wij nemen er nog één. Dat zei ik ook tegen Foppe op dat grote parkeerterrein daar in Milaan. Ik zei, Foppe, zullen we nog een kindje nemen? Ik wist net hoe wij het maken. Dat Jannie San, ja, mag ik het zeggen, zijn succes worden zo. Of dat Jannie San leuk vinden zo. Maar ik denk dat het die herkenbaar is. Van Jannie, die knalt het er wel even uit. Die saait wat een oor tinkt. En ik hou ook wel eens verschillende publieken. Het echt, bijvoorbeeld het première publiek. Nou, dat had Marjani volle minder als een oorpubliek, zeg maar. Die vinden blijkbaar het attackje. Ik weet wel, maar de première kreeg ik nou elke couplet hier op een doekje. Ik dacht, wat krijg je nou? Maar Marjani, dat hele verhaal begint met die Jedi en Jani. Die kan haar Jedi net in één dag vieren. Nee, maar drie dagen vieren. Nou ja, ik ja, dat ik. Nou ja, dat jerk van heel soort mensen. Ik ga zelfs wel eens hier die Westwind Leon. Ik de hele dag met z'n tweeën. Maar sommige mensen die horen daar dus. Dagen feest van. Zijn familie, mijn familie en de band. Nou, dat hier is opslaan. Ik denk, er wordt nog eens wat met wan. Dus dat zit dan ik in Jannie. En Jannie is, ja. Maar dat slaat dan gewoon bij een heel hoop publiek. Ja, dus er zit best wat in van. Maar ja, ik denk, ja. Zij is het leven ek. De ene vindt dit erin, de oren vindt dat erin. En ja, als er maar genoeg van mezelf in zit. En dan blijkt dus dat ik Jannie was verrekte graag spelen. Maar dus denk ik, Leni, Jannie is die alter ego. Dat ik wel kritiek die ik krijg. Wer een volksvrouw.
Ja, dat komt, ik heb ook altijd zo'n bewondering van die vrouw. Want die witte maar hun hele rake opmerkingen witten ze de kern van dingen te uitzien op een eenvoudige wijze. Een soort, ik ben ervan het zorgen dat we meer schippelijke gevoelens, hoe zei ze, meer schippelijke gevoelens, als Begeliks leefde en jaloezie en heel van die dingen, dat we daar in ook griezelig op mijn koliekje, dat we helemaal net zo verschillend zijn. Hoe dus leven er is, die basale dingen. Ik ben ervan het zorgen, die hebben we eigenlijk. Jeke spijt! Babette, hou op! Jou hebben een tietbom in de buik. Ja, maak het toch maar erger, ja! Tietbom. Jenny? Wat moet ik doen? Jannie, wacht even. Er komt geen broertje of zusje voor Desiree. Gefeliciteerd. Het was Loos Alain. Al was je nog zo klein. Of er zelfs niet. Of er zelfs niet. Mijn Loos Alain. Mijn Loos Alain. Voor mij was het, maar dat is ook sowieso al mijn aanpak een beetje als ik in een nieuwe productie tegenkom. Ik ga heel erg kijken, oké, wie zijn die mensen? Waarom zeggen ze dat? Ik wil dat de toonhoogtes helemaal goed zijn. Dus ik ben vrij perfectionistisch. En dat was misschien voor Leni soms wel eens moeilijk. Dat ik daar heel erg de tijd voor wilde hebben ook. Ook om dat met Janneke goed uit te zoeken van, nee, ik heb tijd nodig. Laat mij maar een beetje zoeken en gaan en dan kom ik wel. Terwijl Leni misschien zoiets had van, kom op, doe het nou maar gewoon. Het is over goed en hup, ging gezeur. En dat kon ik doen net. Ik hier echt een beetje de tiet daarvoor nodig. En dat botste soms wel, dat wrikte wel eens een beetje. Dacht ik, ja, Leni, kom op, laat mij even, weet je wel. Nee, ze had bij het repetitieproces bij alles afvreeg je van, waarom dacht ik dit? Waarom zei ik dit? Waarom had ik zus? Waarom had ik zo? Dat ik ook wel eens dacht van, maar doch het nou maar. Dat is ook het verschil. U is vroeger net zeuren. Doch het nou maar, zou het niet aan. En Christophe, ik weet wel een keer bij de repetitiespiet van de CW-regisseur. Toen pakten ze me zo aan en ik voelde me zo aangeen. Toen ben ik de hele roemwaai van Ljouten roem. Ben ik 2 uur voortgegaan. We repeteerden bij de Friesenthal bij Boekemaasa. Ik voort. Nou, ik weet wel heel raar. Ze waren vroeger net het stitter. De tekst zitten, doch het nou maar. En Lianne vregen bij alles wat we dienen van, ja, waarom zeg ik dit eigenlijk? Wat is dat? En Geendoor kwam ik wel achter dat het wie omdat ze het Fries net zo goed wist. Maar toch, jezelf bewust maatje van, waar ben ik morgen gong en waar begin ik en waar gaat het heen? En die bogen vast horen, ja, dat had zij zelfs volle meer in haar als ik. Ik vind dat al je tijdens het repetitieproces en zelfs ik zou tijdens het spelen wel uit. Babette, jou bent het beste wat mij de laatste jaren overkomen is. Met jou kan ik praten. Als met een echte vriendin. En nou moet ik dus komen. Maar het leuke bericht dat de hele afdeling opdoekt wordt. En dat Jannie zelfs kan inpakken en wegwezen. Dat kind is net. Maar waarom net? Dat is toch vies de gemeen? Dat kind is net? Ben je dan maar net oerels zo'n probleem van mij? Maar ik kan het gewoon net speelje zo vals. En het verhaal kan toch zo oors eindigen? Nee, dat kan net. Zo is het script. En zo wordt het knipt. Uiteindelijk rent alles in mijn kroer. Jannie rent gewoon in Leni hoor. En dan weet ik eigenlijk excels net meer wat ik ben. Dan ben ik dan Jani of ben ik Leni? Er zit een heel duidelijk punt in. En als ik het spiel, dan weet ik echt dat ik het eigenlijk net meer weet. Deze hele afdeling gaat weg. Jij hoeft niemand meer in te werken. De hele afdeling weg? Jani,
Ik werk voor Thompson, Hagerford en McBoyd. Dat is een organisatiebureau. En ik heb hier op alle afdelingen gewerkt om de zaken eens even goed door te lichten. En dat is mijn werk. En het kan allemaal veel efficiënter hier. Ik werk hier al vanaf mijn 15. Mijn hele leven leid hier. God, Babette, wat vind ik dit gemeen. Jou hebben mij er gewoon in luist. Met jouw mooie verhaal, jou ben ik gewoon een Judas. Toch zo, nou. Dit is geen afspraak. Nee, zeg het wel. Dit is geen afspraak. En geef me die zak. Zak hier jou net mijn meester op. Nee, correct. Als scène vind ik het altijd heel spannend en ik weet net hoe dat komt. Dat is altijd dat stikje met Tedman. Dat ik zei van Leni, het schattige dochterke van Tedman, maar ze een beetje volwassen. Dat had Leo's kreun en dat vind ik altijd zo spannend om te doen. En dat is ook wel een beetje omdat Leni zet mij, die pakt me in de voorstelling een paar keer. Meer dan dat ik dat bij haar doch. Ze had ze, ja, kleinkunstacademie. Wel mijn knipoog natuurlijk. En aan het eind, dan mag ik even. Hè, dan mag ik even zeggen van, ik vind zo, ik vind zo. En hup, en dat vind ik lekker om te doen. Ja. Aha. Dus, doe hellest mij uit Amsterdam. Om hier in Friesland voor dien publiek, ja, Leni Dijkstra, dien publiek tot kring te spelen. Want oeh. Soer is een keer een stukje vernis afspatten kunnen van die osa sympathieke Leni Dijkstra, hè? Och, dat schattige dochterke van Tedman de Vries. Ach, mees, werd eens een keer vol woeksen. Het belangrijkste voor mij, dat had ook wel een beetje met mijn eigen libben te maken, dat ik vind dat je van het libben iets maatje mat. Je mag er zelfs een feestje van maatje. En dat is eigenlijk een beetje de moraal. We hadden net eigenlijk echt een moraal in de stik. Maar aan het eind van, wat voor mens je ook bent, wat je ook doet in het leven, hoe moeilijk je het ook hebt, en voor de een is het makkelijker dan voor de ander. En ik vind ook, dat heb ik ook wel eens, dat roep ik vaak van, ik vind het een moeilijke en een trieste wereld. Maar daar moet je iets van maken. Dus je eigen feestje, en dat is natuurlijk maar het laatste liedje. Jongen wij daarover. En dat komt dichtbij, hè. Dat is echt, ja. Dit feest must bedoesje en bevjachtje. En het hoort niet onwezen geskaat. Mooi de kloot van de hoop en beljochtje. Wat vaart als het wist, liet dit baat hij verkoert, hoe de horizon. Wat vaart als het wist, liet dit baat hij verkoert, hoe de horizon. Ik ben natuurlijk een lief taalgebied. Dus het zal altijd meer inspanningsvregen van de oerhiet om het in straat te houden. Dat is gewoon een liedse publiek. We zullen nooit Joop van de Ende op zijn Fries. Dat kan natuurlijk. We kunnen net een circustheater totaal verbouwen. En er, ja, wat net kan, maar ik zou dat net gebeuren, laat ik het zo zeggen. Zat Cambuur ook geen AC Milan werken in. Ja, dat soort verhoudingen. Dus daar mag je zelf wel wat in. Maar dat kan ik wel hele enorme voordelen hebben. Omdat daar wat er minder wild is, er vaak meer creativiteit in dingen treuren worden.
Dus het kan ook een hele goede uitdaging wezen om juist in die behinding iets heel moois te maken. Als je dus geen subsidie van de provincie krijgt, dan krijg je het wel een probleem. Want een beetje aan het repeteren en alles, het hele circus draait al, dat is dus gewoon spannend, dat is riskant. Dan moet je de voorstellingen per jong, maar die uitkeersom van die voorstelling met gewoon omheeg. Dat zou kunnen, waren het niet dat Osto die omheeg gooiste, dat ze die dan niet meer uitkeerpje kunnen. Want dan is het te duur en dan is die cirkel eigenlijk weer roen. En dat is het probleem waarom het haast net kan. Zonder dus, ik denk dat ze dat wel hoortje maten. Ook in de toekomst, dat die Friese kleinkunst echt de kans krijgt om te ontwikkelen, om verder te gaan, om te groeien. Wat is het hoger, Dick? Nou, die tomme. Ik heb net zoveel zin meer om te rijden.